In het Marengo-proces zijn bij de moord op de broer van kroongetuige Nabil B. advocaat Dirk Wiersum. Dit is een aanslag op onze rechtsstaat. En vertrouwenspersoon Peter R. de Vries door de politie en het Openbaar Ministerie veel signalen gemist. Dat concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid nadat ze dit hebben onderzocht. Eén reden bijvoorbeeld was dat heel veel informatie over dreigingen vanuit de onderwereld, die bij de opsporingsdiensten bekend was, niet gedeeld werd met het stelsel bewaken en beveiligen. Instanties moeten zich volgens het rapport beter voorbereiden op dreigingen vanuit de georganiseerde misdaad. Wat er zou moeten gebeuren is dat die regie bij één instantie terechtkomt die ook over alle informatie beschikt die nodig is om adequate beleidsmaatregelen te nemen.